Welkom bij Tiel aan tafel. We hebben interessante gasten. We gaan zo meteen spreken met Jan Wolberg van Rocking Old School, deel 2. Natuurlijk komen mijn kritische vrienden langs. En ik zit nu aan tafel met projectgroep Goed Bezig, Angelique Becks en Annemarie van Garderen. En zometeen sluit dan nog een derde dame aan, Emmy Burger. Goed Bezig, wat is dat, Angelique? Het is een bijeenkomst voor kinderen met overgewicht. Om ze te begeleiden naar een gunstiger gewicht. En dat gaan we een jaar lang gaan we dat doen met zowel de kinderen als de ouders. Overgewicht is nog steeds een groot probleem. Ja. Hier in het Rivierenland, overigens in het land natuurlijk sowieso. Ja. Ja. En daar gaat nu extra aandacht aan besteed worden. Ja. Daar ben je al een tijd mee bezig. Dat klopt. En nu komt er een soort van verbeterde versie van alles wat er nu gebeurd is met alle goede ingrediënten van de vorige keer. Hè? Dat klopt, ja. Ja. Jij bent daar ook bij betrokken, Annemarie? Ja. Ja. In welke hoedanigheid? Nou, ik ben kinderfysiotherapeut en ik begeleid een stukje motoriek. Dus ze komen bij mij voor een intake en dan kijk ik of ze lichamelijk geschikt zijn om mee te doen. De conditie wordt ook getest. Ja, vaak hebben ze toch wel lichamelijke klachten, dus dan gaan we... Als gevolg van dat overgewicht? Dat kan, ja. Inderdaad. Ja. Wat voor klachten hebben we het dan over? Ja, klachten van de knieën, van de voeten. Ja, door het gewicht is het toch vaak een probleem. De zwaartekracht doet zijn werk dan eigenlijk. Ja, ja. Ja. Want wanneer is er sprake van overgewicht, Angelique? Wanneer... Dat is altijd een hele moeilijke vraag, want bij volwassenen praat je inderdaad bij een BMI boven de 27 of boven de 30. Maar bij kinderen is dat heel erg afhankelijk van de leeftijd en de lengte. Dus daar moet ik mijn tabelletjes op naslaan om dat te kunnen bekijken. Oké, okay, maar om daar een exacte definitie voor te geven, maar op het moment dat een kind te zwaar is, niet lekker meer kan functioneren, ongezond eet wellicht... Ja, precies. Ja, en soms hoeft het nog niet eens zo heel ongezond eten te zijn, maar eigenlijk te veel eten en te weinig bewegen. Ja. Want ook dat laatste is eigenlijk vaak toch wel een heel groot probleem. Ja, want jij bent vorig jaar hier ook al mee bezig geweest. Hoe is dat verlopen? Vorig jaar ben ik hier geweest vanwege de Sterrenwijzer, het programma wat ik samen met een collega diëtist ontwikkeld heb om de kinderen eigenlijk samen met de ouders te leren omgaan met wat is nou gezonde voeding qua calorieën en qua voedingswaarde. Daar werken we individueel heel erg veel mee en dat gaan we nu ook in deze groep inzetten. En dus er is wat verandert nu? Het gaat nu anders lopen. Ja, de Sterrenwijze was een individueel traject. Dat is een manier om de kinderen te begeleiden. In het verleden hebben we door dik en dun gehad. Vergelijkbare groep. En nu zijn we dan eigenlijk gaan we over op Goed Bezig. En dat is dan echt een groepsbenadering. Voor kinderen met overgewicht. En de Sterrenwijzer is natuurlijk gewoon een methode. Ja, ook individueler. Ja, dat kan individueel en dat kan gewoon ook in de groep. Ja, want Annemarie, jij gaat ook met zo'n groep dan echt aan de slag? Of is dat ook meer individueel? De kinderen die problemen hebben, die kunnen individueel bij mij ook terecht. Maar ze gaan ook naar Sport- en Bewegencentrum Body Dynamics. Oké, en dat is daar onder, gaan ze onder echt, jouw toeziend oog? Nee, dat gaat echt onder het toeziend oog van een sportinstructeur. Ja. Ja, en die krijgt dan wel instructies van welk kind kan daar aan meedoen en welke kinderen moeten gewoon bij sommige oefeningen eventjes gas terugnemen. Ja. En nu is er nog een discipline bij jullie groep. En dat is Emmy. Die ga ik even vragen om erbij te komen. Emmy Bugar. Want Emmy... Jouw aandeel is ook heel erg belangrijk. Wat is jouw rol in dit project? Nou ja, je kunt natuurlijk niet de kinderen met hun overgewicht behandelen zonder de ouders erbij te betrekken. Dus de ouders zijn heel erg belangrijk voor het hele gebeuren. Want er moet ook een soort gedragsomslag plaatsvinden. Want de ouders zijn model voor hun kinderen. Als ouders eigenlijk niet zoveel bewegen, dan doen de kinderen het automatisch ook niet. Als de ouders ongezond eten, doen de kinderen dat ook. Dus bij mij komen de ouders regelmatig voor een ouderavond. En een aantal ouderavonden doe ik ook samen met Angelique. En daarin bespreken we de dingen waar ze tegenaan kunnen lopen. Dus opvoedingsproblemen, hoe ga je ermee om als je kind het liefst voor de tv hangt en liever niet buiten wil spelen. Hoe pak je dat aan? En hoe
zet je ook duidelijke grenzen neer, want dat is ook wel heel belangrijk. Ja, want ik denk dat het ook heel belangrijk is dat vooral ook later in zo'n traject, want in het begin zal iedereen enthousiast en toegewijd zijn, maar ook later in zo'n traject moet er natuurlijk wel wat gebeuren. Ja. Het moet wel volgehouden worden. Ja. En vandaar ook regelmatig bijeenkomsten. Ja. Hoe lang gaat dit, hoe lang duurt zo'n traject? Als kinderen hiermee gaan starten? Een jaar. Een jaar. Waarvan het eerste half jaar sporten bij de sportschool ook is. En het tweede half jaar is de bedoeling dat ze zelf ergens gaan sporten. Hè, en dan het hele jaar door zijn er toch oude bijeenkomsten, individuele evaluaties. Hè, om te kijken hoe het proces helemaal verloopt. Ja, ja, en ook zijn er nog kinderbijeenkomsten. Ja. Dus de kinderen komen gezamenlijk in een groep bij mij. En dan hebben we het vooral over het zelfbeeld. Kinderen die zijn vaak heel onzeker doordat ze te zwaar zijn. Of ze zijn gepest op school. En dan leer ik ze wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Ja, een beter middels zelfbeeld. Spel en bewegen. Ja. Ja. Ja, hartstikke goed. Ja, ik denk met dat complete team bij elkaar dat gewoon echt moet lukken. Is er al een datum dat jullie gaan starten? Wat is jullie plan? We hopen eind februari, begin maart. Maar ja, zodra er eigenlijk een groep vol is, gaan we starten. En zoals het er nu naar uitziet, kunnen we 3 groepen draaien dit jaar. Dus de aanmeldingen kunnen gewoon binnenkomen. Ja, dat kan. En dat gaat via de huisarts of kunnen ouders... Via de GGD, via de schoolarts, schoolverpleegkundige. Want die ziet de kinderen natuurlijk direct op school. En dat gaat veel makkelijker dan via de huisarts. Want die kan heel makkelijk gelijk over overgewicht praten. Terwijl een huisarts, als je voor een ander probleem komt, daar eigenlijk niet zoveel... Als je voor oorpijn komt, dan ga je je bent te zwaar. Nee. Dat werkt dat niet. Precies. Ik wens jullie ontzettend veel succes hiermee. Bij mij aan tafel zit Jan Woldberg, betrokken bij Rocking Old School. En een echte Rocking Old Schooler, zou ik bijna zeggen. Want jij bent... vertel wat Rocking Old School is, überhaupt. Nou, Rocking Old School is een initiatief van een aantal mensen die dus zelf altijd muziek gemaakt hebben. En die zeiden van, ja, wat is het toch raar dat ouderen, die hebben vroeger dus muziek gemaakt, op een gegeven moment gewoon ermee ophouden. En zullen we dat gewoon eens kijken of we daar wat mee kunnen doen. Daar was onder andere Johan André, directeur van Mozaïek, was erbij betrokken. Daar was Janus van Binsbergen van de Plantage, Fik Latomina. En voordat we het wisten hadden we een werkgroepje, een hele gezellige club, die echt in hele korte tijd dit project uit de grond heeft gestampt. En dat heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact gehad. We hebben daarmee zelfs landelijke tv gehaald. Dus met een hele bus met z'n allen naar Max TV. Dus dit was echt... waanzinnig. Ja, dus Rocking Old School 1 heeft een vervolg gekregen. En heeft dat een vervolg werkt. Gekregen. Dat werkt. Rocking Old School 2. Wij dachten van laten we gewoon kijken. Misschien is deze vijver wel leeg. Maar deze vijver is volgens ons nog lang niet leeg. Want weer 22 mensen hebben zich weer aangemeld voor aflevering 2. En daar zijn vier fantastische formaties uit voortgekomen. Die je op het podium hebt gezien. Ja. Het dak ging er gewoon weer af. Maar het is altijd hetzelfde. Kijk, deze mensen die stralen zoveel enthousiasme uit. Het is ook één grote huiskamer. Zo hebben we natuurlijk 22 met elkaar ook ingericht. En dan zie je dus familiebekenden, noem maar op, komen daar en die vieren met elkaar een feestje. Ja, en we gaan nu even een klein stukje daarvan zien. Jan Lucas, betrokken namens de Plantage bij Rocking Old School, tweede editie inmiddels. Kun jij mij vertellen wat er hier binnen nu op dit moment gaande is? Je hoort de geluiden op de achtergrond van een rockoptreden van vier seniorenbandjes. Die hebben de afgelopen 8 weken hebben ze samen gerepeteerd. De eerste keer was gewoon bijeenkomst om eens kennis te maken met elkaar. Sommigen hebben al met de vorige keer ook al meegedaan. Zeg maar 60% ongeveer. Maar toch ook wel weer heel veel nieuwe mensen die het echt leuk vonden om met elkaar samen de muziek te gaan maken. En hebben per bandje ongeveer een liedje of 5 ingestudeerd. Het is vooral een muzikale ontmoeting hier die we eigenlijk het afspiegeling van horen in dit concert. Edu, een ervaren zanger, gitarist, bassist op het podium bij Rocking Old School. Hoe ging het net? Leuk, lekker, prachtig en voor mij ook leuk voor die mensen die nog gespeeld hebben. Dat is mooi. Let's go!
Nou, dat was dus rocking old school nerd. Ja, hoef je niet meer te zeggen, hè? Nee, echt niet. Nee. Nee, het is geweldig. Het is geweldig, het enthousiasme, de passie, maar ook de musicaliteit en het enthousiasme. Maar het aardige is natuurlijk ook dat je dus, in het begin is er een aardig, toch wel muzikaal verschil tussen de mensen. De ene kan 3 akkoorden spelen en een ander speelt al ik weet niet hoe lang in een band. En die mensen, die helpen elkaar in een groep, die vormen samen een groep en die staan nu op het podium. Dus dat... Kijk, de docenten zijn niet docenten in de rol dat ze mensen een kunstje leren. Nee, ze komen af en toe komen ze erbij, zetten ze mensen op het juiste spoor. Maar in feite doen de muzikanten doen het met elkaar, doen het zelf. Ja. Dus in 8 keer staat dit op het podium. Dus dat is natuurlijk waanzinnig. 8 keer repeteren. 8 workshops hebben ze gehad en dan daarna dus de uitvoering. Ja, en... Gaat dit, bijna domme vragen, weer een vervolg krijgen? Dat is altijd natuurlijk de vraag. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. We zijn bij elkaar gezeten. Gaan we het ook weer doen. Gaat Ros 3 er komen? Wat er in ieder geval gaat komen, is dat vanuit Mozaïek is er een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds. Die is gehonoreerd. En dat betekent dus dat we... Die is al binnen. Dat betekent dus dat we een project uit gaan voeren wat nog meer gaat zorgen dat ouderen die in een isolement zitten... op een gegeven moment ook met Ros in aanraking komen. Dus het kan zijn dat we een aantal poten van Ros krijgen. Dus aan de ene kant Ros 3 op dezelfde manier zoals we dat nu gedaan hebben. Hè, dus met de vitale ouderen. Maar daarnaast kan ik me ook voorstellen dat je iets gaat organiseren als Ros on Tour. Waarbij je in een verzorgingshuis met dementerende bejaarden kijkt hoe je muziek... Hè, dus gewoon teruggrijpen op de tijd dat je gewoon daarmee aan de slag kunt gaan. En daar is natuurlijk die subsidie van het Oranje Fonds zou er een uitstekend middel bij kunnen zijn. En verder hebben we natuurlijk, wat nog een mogelijkheid is, wat we gezien hebben is dat de oudere muzikanten elkaar ook graag treffen. Dus vaak in de kroeg van 22, daar blijft men hangen, drinkt een bakje koffie. Dus wat is er om tegen om te zeggen van elke vrijdagochtend Roscafé... In 22, we doen 2 oefenruimtes open en jullie komen gewoon maar, maken lekker muziek met elkaar en regelen het ook met elkaar zelf. Dus het zijn allemaal ideeën die we met elkaar hebben. We weten niet wat het gaat worden, want we hebben nog niet bij elkaar gezeten om deze zaak te evalueren. Maar ik zie mogelijkheden in dit geval. Mogelijkheden te Heel over. Veel mogelijkheden. Ja. Ja. Nou, op naar Ros 3 zou ik zeggen. Dat kun je vanuit gaan. En dan gaan we je weer spreken. En dan zijn jullie, uiteraard. En jullie zijn van harte welkom. En hartstikke leuk dat jullie hier zoveel aandacht hebben besteed. Graag gedaan. Oké. Dank je wel. Het is tijd voor mijn kritische vrienden Adrie Meijer en Berry van Buren. We gaan het hebben over Bellevue, een parel in Tiel. Heren, wat is er allemaal aan de hand met dat pand? Wat moet daarmee gaan gebeuren? Ze zou het eindelijk eens een keer uit de oester moeten halen. Uit de oester moeten halen? Dat doen ze met parels. Ja, dat is een hele mooie woordkeuze. Af en toe heb ik dat. Ja. En ik denk dat zo'n pand een... eigenaar of een uitbater verdient die de mogelijkheden van zo'n pand ziet. Het is echt schitterend, hè? Het is een van, we noemen het een parel van Tiel, maar ik durf wel te zeggen dat het aan de Waal zeker de grootste parel is. En dan heb je dus een meneer die zo'n pand koopt op voorwaarde dat horeca moet blijven. Hoogwaardige horeca, ja. En hij heeft nog niet anders geprobeerd om daar een woonvergunning op te krijgen. In plaats van dat je dus zegt van ik ga dat pand verhuren voor een hele schappelijke prijs, dat er iemand inkomt die verstand van de horeca heeft en die snapt wat je met zo'n pand zou kunnen doen. Ja, maar dat is allemaal wel waar wat je nou zegt. Maar als we het over een parel hebben, ik vind het een heel groot woord hoor. Kijk, ik parel, maar dan moet je niet zo'n achterlijke zandbak voor de deur leggen. Als je op de eerste verdieping zit, nog niet eens naar de Waal kunt kijken, wat toch eigenlijk de bedoeling is. Als je een luisterrijk pand wil beheren, dan zorg je... Je hebt het nu over het terras, of wat? Ja, natuurlijk. Die bak die ontsiert de hele omgeving onderhand. Daar had een hele andere oplossing voor gezocht. En zolang als dat ding daar blijft liggen, dan zullen er ook weinig uitbaters zin hebben om daar wat zinnigs mee te gaan doen, natuurlijk. Ja, maar dat ligt er ook een beetje aan wat zoiets gaat kosten.
Als jij daar een belachelijke huur vraagt, waar we het al eens vaker over gehad hebben hier in Tielen met de winkelpanden. Ja. Dat er belachelijke huren worden gevraagd, dan zul je ook geen uitbater vinden die daar iets van kan en wil maken. Nee, je hebt me gelijk in. Dus en dat zou veranderd moeten worden? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En, maar waarom kun je in zo'n pand met zoveel ruimte, in plaats van woning, kun je daar niet een soort luxe hotel van maken met echt hele chique kamers? Ja, maar want ik denk dat daar in Tiel echt wel behoefte aan is. Jawel, je gaat ook een beetje voorbij aan het feit dat de eigenaar waarschijnlijk helemaal geen horecagelegenheid wil hebben daar. Dan vraag ik me af waarom die het gekocht heeft. Nou, die is er waarschijnlijk op uit om daar te kunnen gaan wonen. En, nou, ik wil daar ook wel wonen. Ja, nou goed, iedereen wil daar wel wonen. Alleen is het wel zo natuurlijk dat de man in kwestie ongelooflijk kapitaalkrachtig is. En het natuurlijk ook voor elkaar heeft gekregen om andere panden in Tiel te kopen. Waar ik overigens wel van moet zeggen. Ja. Dat sommige panden weer een sieraad voor Tiel zijn geworden. Nou, we hebben er pareltjes bij gekregen. Ja, daarbij te blijven. Zonder de gevraagde man. Zouden er heel wat panden nog meer teloor gaan, zeg maar, hiertoe. Ja, en die zijn prachtig geworden. Ja, maar je koopt zo'n pand toch niet om als woning te gebruiken? Het is een schitterend pand met een enorme hoeveelheid ruimte. Ja, maar dat weet ik wel. Maar ik zou bijna willen dat zo'n man met zoveel kennis en zoveel handelsvermogen, zeg maar, dat hij in het college zat. Want dat ontbreekt er nog wel aan, hè? Dan maken we een burgemeester. Dat zou ook nog niet eens zo'n raar idee zijn. En waarom bevalt de huidige burgemeester niet dan? Nog steeds niet, maar dat maakt niet uit. Dat is mijn mening. Oké. Bellen u. Ik heb er te weinig kennis van, maar ik ga geheel met je mee, denk ik. Maar dat is een ander verhaal. We hebben het nu over de Bellevue. Ja. En ik vind dat om het pand in stand te kunnen blijven houden, en daar is niemand genegen om daar een horeca gelegenheid van te maken, dan moet je er in godsnaam er iemand in laten wonen. Dat is beter als het pand slopen. Ja, dus we hebben eigenlijk wel een klein beetje een oplossing voor Bellevue. We breiden er een eindje aan hier bij Tiel aan tafel. Fijn dat u heeft gekeken en graag tot volgende week.